We sluiten het binnenlands nieuws af met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt voor 24 uur vanaf vanavond 19:30. Tijdens de avond is het overwegend droog. Aan het eind van de nacht ontwikkelt zich nevel, mogelijk mist in enkele gebieden. Morgenochtend blijft het droog. In de middag wordt er een enkele bui verwacht, vooral in het noordwesten en zuidwesten. De wind varieert tussen noordoost en oost met snelheden die oplopen tot 20 km per uur. Lokaal kan het tijdelijk toenemen met enkele windstoten tot maximaal 40 km per uur. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat morgen, 4 januari, het lokaal winderig wordt met enkele windstoten.